zijn zo, werkelijk zoveel van dit soort coins die iedereen links laat liggen. Ja. Want ik zie ze nergens in YouTube of Twitter naar boven komen. Nee. Het is allemaal DeFi dat, dit, DeFi dat, dat Chainlink dit. Wanneer komen ze weer naar boven? In heel YouTube ja. En bij alle influencers. Als ze dadelijk weer aan het pumpen zijn. Ja. Hey, welkom Chris. Ik ben Chris. Ik ben Barry. In deze video gaan we het met jullie hebben over de coins. Die door heel veel mensen op dit moment nog steeds onderschat worden. En in deze video gaan we aanhalen en laten zien over welke coins dat gaat. Maar het gaat er in de basis even om dat heel veel mensen, en zeker beginners nu, nog steeds achter de hype aanlopen. Meevaren op de hype. Meevaren op de hype. En eigenlijk altijd net ook iets te laat zijn dus. Ja. In principe denk 90-95% van de gevallen zijn ze dan ook te laat. Ja. Kunnen ze nog een kleine gain meepakken? Ja, dat kan. Maar ze kijken naar coins als een Chainlink. Die meer dan 4000% gestegen is in totaal. Echt gigantische klappers hebben gemaakt. En die coins, ja, die willen ze hebben. Want ze willen dat ook die game. Ja, ze willen diezelfde game meemaken. Ja. Alleen je moet niet vergeten dat die game al is geweest. Ja. En kan het verder stijgen? Tuurlijk, dat kan altijd. Kan Chainlink nog een keer 100% stijgen? Dat kan. Maar er zijn genoeg coins. En dan hebben we het zeker ook over een, hoe zullen we ze noemen? Klassiekertjes voor de mensen gevestigde orde die al een aantal beetje. Jaren hiermee bezig zijn. Als je kijkt hoe die ervoor staan en als je realistisch een beeld schetst, zit daar meer potentie. Die worden echt onderschat. Er zit meer potentie in qua upside dan in heel veel van die hype DeFi projectjes. Ja, maar dat is ook het hele probleem. Kijk, je moet risico altijd spreiden. Dit is niet. Met aandelen doen wij precies hetzelfde. Waar moest je bij aandelen afgelopen jaar aanwezig zijn? Moest je ook in big tech zitten? Ja. Als de mensen ons volgen, die weten letterlijk ons portfolio, die kan je gewoon zien. We hebben bijna op dit moment niks in big tech zitten. We zijn ons juist aan het positioneren aan de andere zijde en dat doen we hiermee ook. Ja, en dat ik zeg, de hype DeFi projecten, wil niet zeggen dat we anti-DeFi zijn. Nee. Want voor DeFi ligt er een gigantisch mooie toekomst. Ja. Alleen, je moet niet vergeten dat er wel heel veel hype is op dit moment om DeFi. Als een project zegt, we richten ons op DeFi. Gaat omhoog. Ja. En we hebben het in de vorige video ook aangegeven dat er interessante projecten tussen zitten voor wat betreft DeFi. Die zijn er zeker. Maar je moet wel in je achterhoofd houden dat DeFi kan je in mijn optiek wel een beetje schalen in de categorie ICO hype. So I'm a very strong proponent of DeFi, staking, etc. I think all of these things will increase adoption of crypto. At the same time, I do want to tell all the viewers or listeners, all of these are new stuff. So there's a very inherent high risk for this kind of new technologies or new sectors. Again, an overwhelmingly large proportion of the projects will fail. At the end of the day, a few years from now, maybe only a handful of projects will survive. But those handful that survive will be doing really well. But the majority of the projects will fail. So it's a very high risk area. Waar we nu in deze periode is, ja, absoluut. En hetzelfde bij de ICO's. Ja. Zijn er ICO's geweest die uiteindelijk een verschrikkelijk goed project zijn geworden? Ja. Prima. Ja. Er zijn EOS is ook een heel groot project geworden. Is ook een ICO'tje geweest. Ja. Weet je, zo geldt dat voor heel veel coins. DeFi wordt ook heel groot. Ja. Maar gaat elk DeFi project vasthouden wat hij nu bereikt heeft? Nee, ik denk dat juist ook bij DeFi dat er nog een gigantische correctie of een filtering plaats gaat vinden van het aantal projecten. Net zoals met de ICO's. Er zijn duizenden ICO's geweest. Daarvan er zijn er staan nog maar een aantal over. Maar zoveel in de top 200, 300, dan tel je nog een klein beetje mee. Dat gaat bij DeFi precies hetzelfde gebeuren. Dus jij weet nu nog niet waar je in investeert. En je weet al helemaal niet. We weten hoe de mensen dit doen. Die doen, mooie naam, DeFi, kopen. Weet je? En dat werd in die ICO-periode ook heel erg gedaan. Oh, nice website. Oké, kopen. Weet je, en dat, je moet daar voorzichtig mee zijn. Want het is geld wat je investeert. En we hebben dat in de ICO-periode zelf ook wel anders aangepakt. We hebben, zoals we al vaker aan hebben gegeven, verschillende ICO's gekocht. Heel veel verschillende ICO's gekocht. Ja. En op dat moment hebben ze nog geen waarde. Totdat ze gelist worden. Ja. Dan zijn er altijd wel een paar bij geweest die hele mooie gains hebben laten zien. Nou, die hebben we al vaker aangehaald. Een Power Ledger, een Vibe, noem ze allemaal maar op. Maar met die DeFi projecten
benaderen wij dat toch anders. Wij gaan niet investeren in de DeFi-projecten, nee. Maar we zijn daar zeker in aan het traden, omdat er gewoon heel veel potentie ligt. Maar kijk, diezelfde strategie had je wel bij DeFi kunnen toepassen, maar dan zit je nu al te laat in de cyclus. Ja. Jij had uiteindelijk in het begin alle DeFi-projecten kunnen kopen en dan had je de runners gehad en had je ook de verliezers gehad. Absoluut. Maar dan had je meer rendement gemaakt. Ja. Alleen je zit nu al te ver in die cyclus. Dus op een gegeven moment komen er ook correcties en dan ga je dus naar verhouding te veel verlies maken. Als ik dat al zie dan, zo'n tak. Oké, ik vind DeFi interessant. Ik heb ook DeFi-coins, die bezit ik ook. En die hou ik ook gewoon vast, want ik lees min en ik verwacht, oké, deze projecten doen het dan misschien wel goed. Je hebt nooit garantie. Maar ik ga vooral kijken, welke coins zijn er nu nog achtergebleven? Waar ligt de volgende hype cycle? Want daar wil ik nu van profiteren. Ik moet positie hebben voordat de hype erin slaat. En dat zijn een aantal projecten waar we nu even naar gaan kijken, denk ik dan. Eigenlijk alles wat een beetje achtergebleven is, is in de basis al interessant. Absoluut. Als jij ziet dat... maar dat is hetzelfde als hoe wij de lijst met interessante aandelen hebben gemaakt. Daar hebben we ook al een keer een terugblik op gemaakt. En gaan we voor het afgelopen kwartaal gaan we dat ook doen. Als je kijkt naar setups, ga de setups zoeken die er nog niet overdreven voor staan. Ga nog niet de gigantische parabolische bewegingen omhoog volgen. Nee, ga de underdogs proberen ertussen uit te vissen. Ja, en er zijn dan wel een paar vereisten. Dat betekent niet dat ik shitcoins ga traden, want die staan altijd laag. Dan trade je ook tegen een neergaande trend in. Je wil wel liever consolidatie zien. Dus het momentum moet eruit zijn. Het moeten toch wel iets grotere projecten zijn, want er moet gewoon volume en aandacht voor zijn. Ze moeten breed gelist zijn. En eigenlijk kom je dan toch een beetje bij de oude grote coins van 2-3 jaar geleden. Nee, maar dat is zeker waar. En we gaan niet van alle oudere coins zo'n setup delen. Maar we hebben er 5 op een rijtje gezet. Waarvan gewoon de setup op dit moment nog steeds heel erg nice is. En hij staat al open. We beginnen daarbij met Cardano. En als je ingezoomd zit, zoals je net zat, dan denk je ja... Maar deze heeft toch helemaal niet zo'n setup? Want die heeft al gigantisch mooie dingen laten zien. Ja, heeft hij inderdaad ook. Maar als je uitzoomt, is er nog gigantisch veel upside. Er is heel veel upside nog. En dat vergeten heel veel mensen. Toch het stukje risk-reward. Hoeveel geld moet ik ergens instoppen om een bepaalde reward eruit te krijgen? Als iets lager staat, speelt dat altijd in jouw voordeel. Er is veel minder kracht nodig om dat in jouw voordeel te laten uitvallen. En in het voorbeeld bij Cardano is allemaal terug te checken in de streams vooraf. We hebben echt in de beginperiode gezegd, we zitten heel lang in deze fase. Die fase, daar wil je uit zien te komen. Wij zijn daarop echt op een heel nice punt ingestapt. We hebben een add-on gemaakt. Het ziet er ook gewoon super nice uit op de chart. Op het wikje hier, op 700 hebben we een add-on gemaakt. Hebben we letterlijk gedeeld. En we hebben laatst hier, zoals je hier ziet staan, weer een add-on gemaakt. Dus we hebben winst genomen op de weg naar boven. We hebben add-ons gemaakt. We hebben weer winst genomen op de weg naar boven. We hebben weer een add-on gemaakt. Dus de positie voor ADA, die zit bij ons wel prima. Ja. Maar er is nog steeds genoeg potentie. En ADA wil ik daarom ook nog steeds op mijn watchlist houden. Er is nog steeds genoeg upside. En dit is eigenlijk ook, we hebben expres, we zijn hiermee begonnen. Dit is wel al een coin die al iets verder in die cyclus zit. Ja. Dus dit is ook het voorbeeld voor de andere coins die we nu gaan halen. Dat we uiteindelijk dit willen gaan zien. En dat je ze dus ook niet moet vergeten. Het kan heel lang duren voordat ze uit consolidatie uitbreken. Maar als ze eenmaal uitbreken, krijgen ze momentum. En dan kan het in één keer snel gaan. Ja, maar je ziet gewoon heel veel focus bij heel veel mensen, dat hebben we al een aantal keer gezegd, maar je ziet gewoon heel veel focus op de hype, de DeFi, et cetera. En ja, je moet dit soort coins niet onderschatten. Goed, de volgende op dit lijstje is EOS. Is bijvoorbeeld EOS. En het maakt uiteindelijk werkelijk niet, het gaat ook niet echt direct nu om de projecten. EOS op precies dit moment dezelfde constructie. Zit gewoon in een lange consolidatie. Je wil je uiteindelijk hoger testen. Levels staan allemaal aangegeven. Constructies zijn eigenlijk van alle grotere altcoins zijn allemaal vergelijkbaar. Ik kan er ook bijvoorbeeld een Litecoin nog bij pakken. Hebben we zelfs al wat ingetekend. Ook lange consolidatie. Veel neerwaartse prijsactie. Dat betekent gewoon dat je ook veel makkelijker omhoog kan testen. Haal er nog eentje bij. Neo.
Neo bijvoorbeeld. Nou ja, we hebben een lijstje gemaakt. Dus. Neo. Ja, maar het maakt uiteindelijk niet uit. Nee, want er zijn zoveel coins. Neo staat er ook precies hetzelfde voor. Maar zeker als je hele lange consolidatie. Er is niks gebeurd nog gewoon in principe. XRP kan ik er ook nog bij pakken. Ook een hele lange consolidatie. Ook heel veel pijn gehad. Hebben we ook al ingetekend. Heb je ook al hele mooie trades op kunnen maken. Ja, wat kan je nog meer opnoemen? Dash kan ik nog opnoemen. Tron kan je nog opnoemen. Er zijn werkelijk zoveel van dit soort coins die iedereen links laat liggen. Want ik zie ze nergens in YouTube of Twitter naar boven komen. Nee. Het is allemaal DeFi dat, dit, DeFi dat, dat Chainlink dit. Wanneer komen ze weer naar boven? In heel YouTube en bij alle influencers. Als ze dadelijk weer aan het pumpen zijn. Ja. En dan ben je te laat. En hetzelfde als met de 5 altcoins die nog op ontploffen staan. Zoals we hem laatst hadden genoemd. Dat waren 5 coins waar onze interesse op dat moment lag. Ja. En hetzelfde geldt voor die oude klassiekers, noem ik ze maar. Je moet ze niet vergeten en niet afschrijven. Hetzelfde met XRP. Heel veel mensen dachten dat wij anti-XRP waren. Ja. Absoluut niet. We hebben altijd, wekenlang hebben we geroepen, maandenlang hebben we geroepen. Als XRP dadelijk weer die 2400 zonden weet te gainen, dan word ik geïnteresseerd. Ik heb daar op een add-on, hebben we in de livestream ook laten zien, op een pullback heb ik daar een entry genomen. Is gewoon nice. Ik zit weer in positie voor wat betreft XRP en daar blijf ik ook gewoon lekker zitten nu. En ja, hetzelfde geldt voor dat soort andere projecten als Neo, Litecoin, ADA, et cetera. Zorg dat je wakker bent en dat je tijd bent. Kijk, en daar gaat het dus ook gewoon om. We zeggen dus ook niet dat je met al je geld dus in dit soort projecten moet gaan. Het gaat erom dat je ze niet vergeet. Ja. Dus je moet nooit met al je geld in een project gaan. Investeer vooral in DeFi. Investeer vooral in Bitcoin en Ethereum, die nu ook heel goede prijsactie laten zien. Maar investeer ook in die coins die nu even achterblijven en die je dadelijk wat gains kunnen gaan laten zien. Zorg voor een gezonde spreiding en zorg dat je deze oude boys niet onderschat en zeker niet vergeet. Goed, vond je dit weer een leuke video? Heb je zelf een oude klassieker of een coin waarvan je denkt van hey, deze is ook nog gigantisch achtergebleven? Laat het even achter in de reacties. Leuk voor ons, waardoor wij misschien weer zoiets hebben van hey, deze waren we zo vergeten. Of andere mensen die denken, hey, deze is ook nice. Laat even een reactietje achter. Abonneer op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Druk op het duimpje, dat rankt deze video weer wat hoger aan YouTube. Druk op het belletje, dan krijg je een notificatie als we weer een nieuwe video plaatsen. En onderaan de video komen uiteindelijk alle linkjes terug richting www.dopecash.nl voor ons leerprogramma, ons Discord kanaal die iedereen kan joinen voor een gezelligheidje of een serieuze vraag. De supportlinks, alles vind je terug onderaan de video. Bedankt voor het kijken en we zien jullie heel graag de volgende keer. Later.